Weet je wat het ergste is als je een video begint erachter komt dat je SD vergeten bent terwijl dat je te plaatsen bent? Jongens, we gaan weer naar René Cards. Why the bow? Ik heb geen idee, why the bow? Goedemiddag! Hallo! Hoi! Hoi, ik ben er weer, trainer Stevie. We zijn bij René. René die staat met kaarten bezig van Yu-Gi-Oh! Nee, ik ben pap. Maar die zijn ook te halen bij René Cards. Want ja, deze video is natuurlijk mogelijk gemaakt door René Cards. Dat horen jullie te vaak van mij. Magic Card. Jij zat vandaag in de spotlight van een of andere reden. Net als gewoon de thumbnail. Ja, Magic Card kun je heel eventjes dan voor en dan eventjes zo een vingertje. Dan kunnen we daar mooi dat logootje boven. En het, ja, daar helemaal perfect. Helemaal een hele mooie screenshot. Ja, want ik heb hem ook. Ja, zo doen we het gewoon. Ik heb de camera heel voor je kind vast en een bijna mijn vrienden voor de mensen. En we hebben Mew. I got all. Satosti. Red Sokundas. Nee, hij is red. Hij is rood. Hij is niet rood. Hij heeft geen badges. Je thuis gelaten. Ik ben nu 6. Ach nee, die heb ik thuis gelaten. Serieus, pas de vloek zit bij mijn rode shirt. Het is al mijn bedjes op hoor. Jongens, sowieso, dit wordt weer een hele gezellige video. Ik heb weer een heleboel te unboxen wat in andere video's gaat komen, aparte video's. We hebben namelijk een boosterbox van de nieuwe set. Namelijk Burning Shadows. In het teken van Magikarp, want spoilers, meer zou ik niet zeggen. We hebben een Elite Trainerbox die we dus ook mogen unboxen. En er zit een secret to everybody bij de, ja, bij deze box. Dan moet ik eerst een ontplooiing iets, ik heb geen flauw idee wat het is. Dus dat had gelijk bij part 1 van de Sailor Moon Burning Shadows. En deze moet ik dan bij part 2 doen. Ik heb heel veel instructies hier gekregen ondertussen. En dan moesten mensen gehoorbescherming hebben. Dus ik weet absoluut niet wat er. Het is nog rustig. Het is nog rustig, dus ik hoef geen phone hitting mic nog te gebruiken. Dus dat is op zich best wel een voordeel. Maar ik ga ook heel eventjes met jullie gewoon deze kant op. Ik weet niet waar ik aan het filmen ben, want ik heb mijn klepje niet omgedraaid. Hou je klep, nee. We hebben koekjes. Ja, dat. Special effects. Heel veel koekjes. Je weet toch, elke keer als je dat zo in de camera doet tot 23 kijken, van tussen nog meer eens kijken toch? Nu zijn het 24. Koekjes. Koekjes. En hier zien wij dus professor Birch zijn koekjes pakken. Die we dus op de koekjes zagen pakken hebben. Dus, maar die heeft altijd request om niet in de camera te komen, maar ze handen hebben pech. Dus bij deze, want ik draaide de verkeerde kant op. Fout, schaam. Ik laat jullie nog eens iets heel even leuks zien. Want daar heb ik dus de. Ik wil toch even zien wat ik film, want ik maak me toch. Ja, ik heb respect voor jou, dat weet je. Dus we houden jou buiten beeld. We willen hem gewoon in beeld hebben, snap je nou eens. Maar wat dus het allerleukste is, er waren er heel veel vragen over en natuurlijk zijn ze er ook. Natuurlijk zijn ze er nog, ze hebben er genoeg. Bestel ze nu bij René Cards. Ik bedoel serieus, jullie hebben de unboxing gezien en deze hebben ze ook trouwens nog steeds. Vol hard job, jong, komt even in beeld, even op inzoomen. Ja, stiekem. Dus ja, natuurlijk hebben ze ook nog de Primarina Incineroar. Gewoon opstelling was nodig bij de andere, niet nu. Jeez. Dus Mega Camerupt. Mega Sharpedo. Schoon Jaws, heel erg stiekem. Mega Beware. Er staan echt zoveel dozen. Er zijn ook zoveel promos ondertussen uitgekomen. En ja, voor mij natuurlijk Yu-Gi-Oh! Magic. Oh, Dungeons and Dragons Dice. We moeten wel zeggen, ik speel weer een beetje Magic the Gathering, de Windows 95 versie. Dus ik speel niet echt de kaartset, want Pokémon dat eist al genoeg. Dus ja, ik speel dan. Ik heb daar zo'n heel mooi klepje, dan kan ik precies zien waar ik aan het filmen ben, hè? Achter de schermen, Maggie. Maar dat speel ik dan zeg maar zo'n oude versie ervan toen Magic the Gathering, het is hier warm, toen we dat deden. Maar goed, ik ga de setup doen, ik ga opnames maken en dan gaat het voor mij heel erg moeilijk worden om dat spoilervrij te houden. Oh nee, ga rustig verder.
Maar Max is niet zo bang voor je. Hij zit helemaal niet in zichzelf. Zo. Niet zijn gezicht weer in beeld. Dat is jouw gezicht inderdaad. Nee, dat doen we niet in beeld. In ieder geval jongens, we hebben net de unboxing gedaan. We gaan dat spoilervrij houden. Dus kunnen jullie wel vertellen tot we een spoiler getrokken hebben. Het enige wat ik jullie wel kan vertellen is, er zaten geen evoluties in of Eevee, want die zitten dus niet in Burning Shadows. En ik moet dadelijk opruimen, want anders krijg ik een hele boze blik van de ring. Zal ik jou opruimen dan? We hebben nou ook een Saints op gezichtje, dus die hebben we ook opgeruimd. Dus ja, ik heb het op. Nou, mag jij maar een unboxing. Dankjewel voor deze gezicht. Ja. Kijk, ja, dat is Kenneth Codes. Hij liet zijn code zien. Oh, no. Oké. Okay. Okay. Dat is heel leuk te zien. Want we kijken naar boven. En het is heel eventjes een flippe rol. Anders leg je zelf hierop. Ik ben gewoon heel vertaald. Wil je dat niet aan? Nee, ja. Oké. Okay. Weer die. De Sierra! Zie je wel? De Sierra! Wil jij hem ook unboxen? Wil jij hem een professioneel. Heel professioneel. Kom even gezellig bij. Kom even gezellig bij. Ja, weet je wel beter. Had bij je broertje in de YouTube-video's. Waar het dan ook. Niks gezien. Niks gezien? Nee, we hebben niks gezien. Niks gezien. Niks gezien. Niks gezien. Nee, bij ons leuker. Maar dat ook niet, weet je. Hij doet het op de tafel. Matje, weet je wel. Oh ja, het is professioneel. Nee, nog net zo'n plek. Moet je vier pakken? Vier? En moet je dat naar voren toe doen? Ja. Ja? Zullen we goed samenvatten? En dan doe je hem op. Ja, ja. Ja, dat maakt niet uit. Dit is voor de gezelligheid. Ja? En dan hebben we daar cake. Lekker. En een naapen. Ik haat hem. Stevie. Ja. Hey, Stevie. Ja. Polly Swirl. Al die pennen weg. Al die pennen zijn uit mijn beeld. Niks. Eevee! Oh. Hey, sorry. Jij zit niet meer boeiend. Je stil van Eevee. Oh. Je hebt al een heel goed pakje. Je hebt een heel goed pakje. Ja, gewoon Eevee. Hij wil iets in codekaart. Hij wil iets in codekaart. Jouw codekaart ook niet vergeten. Hier, mag jij hebben. Oh, mag ik die hebben? Oh, wat lief. Jullie hebben niks gehoord deze knip. Wat zat erin? Niks. Er zat een knip in. Ja, waarom weet ik niet. In ieder geval, we hebben nog een GX gezien. En ik hoor het al. Waarschijnlijk doe ik dat ook zo'n voice. Ja, wij gaan dadelijk Pokémon spelen. Echt? Ja, training card. Ja, wij hebben Dex. Oh, mag ik blijven? Ga ik gaan spelen? Ja. Maar waarom zou ik gewoon eens gaan spelen? Blijkbaar. Nee, ik ga niet ontzettend. Ik heb. Nee, ik heb een mooie ding. Wil je koffie uit Pokémon? Oftewel hebben we een koffie Pokémon. Koffiemon. Koffie. Koffie. Star Max. Even kijken of het wel nou een beetje. Nee, want de hoestie heb ik nog. Maar goed, we hebben dus. Ja, ik heb net twee trading card game potjes gedaan. En het was eigenlijk het idee dat ik dat dan een stille opname een beetje zou uit kunnen leggen hoe. Dus Abby. Umbreon. Kijk, nou kom je ergens. Oh, de hier ook. De full art. En de full art Glaceon. En de gewone Glaceon. En ik heb er ook een. Ik ook. Dus, oh, kijk. Dit is waar ik het over had. De Rainbow Rares. Ik zelf ben er niet zo veel van, omdat het namelijk de full art is. Vind ik het ook erg als ik dit film. Oké.
Ik vind het is de full art. Even wachten. Het is de full art, maar dan in rainbow variant. Schijnt zeker heel erg mooi. Maar ik heb toch liever eigenlijk de gewone kleurtjes. Dus. Hoe gaat het met jullie? Ik ben op het moment bezig met training card game. En we zijn elkaar aan het vragen hoe dat met jullie gaat. Dus ja, hoe gaat het met jullie? Ja. Erik, hoe gaat het met jou? Ik zag hem net al zo... Hij wil niet in beeld, dus... Met mij gaat het wel goed. Zo, dat is wel een extreme close-up. Ik bedoel, jongens... Weet je wat nou het voordeel is als je dus in Naaldwijk unboxing video's en alles doet? Ben ik in de buurt bij Naald? Of bij Naald? Natuurlijk ben ik dicht in de buurt bij Naaldwijk. Wat ben ik aan het spreken? Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het vloggen? Ik weet niet meer wat ik aan het vloggen ben. In ieder geval, je bent ook heel erg dicht bij Kijkduin. Kijkduin is nog geen 10 minuten rijden ondertussen. Tenminste, als je niet van die hele... Het was iets meer dan 10 minuten. Ja, dat snap ik met zo'n langzame waai, weg, ding, wagen. Ja, en waar je 70 kilometer per uur. En waar je 70 mag tot ze 50 gingen rijden. Mocht je zelfs de 80? Ja. Ik ben een passagier. Mijn dingen doet het nou niet goed. Maar in ieder geval, we hebben dus de kans om lekker Pokémon Go nog heel eventjes te doen. Dus dat ben ik op dit moment aan het doen. Alleen mijn GPS die is zo helemaal van de paadje af. Hij wil mij dan weer bij de parkeerplaats hebben. En dan loopt hij weer heel langzaam terug naar die stops. Waar je moet zijn. En nou loopt hij weer de verkeerde kant op. Naar die parkeerplaats. Oh, en er is nou een reet. Waarom sta ik hier? Er zijn hier 3 ballen. Ik zal het jullie laten zien. Ik zeg even, kijk hier, 3 ballen. En het grappige is, hij zegt dus dat ik bij de parkeer sta. Wij zitten daar. Jezelf. Wacht heel even, ik doe heel even mijn klepje draaien, jongens. Want, oh, ik ren weer terug. Daar zitten we. Ja. En Stefan is volgens dat ding hier zo ergens. Ja, kijk maar, ik sta daar. Ja, hier zo, op deze plek. En je loopt nu nog verder weg. Jongens, bekijk het. Ik loop gewoon weg. Super uit. Oh nee, ik ren terug. Zie ik, sprintje stekken. Ja. En ik ren er weer vandoor. Doei! Maar goed, we zijn dus nu heel even Pokémon Go aan het doen. En komt er iets boeiends, dan laat ik jullie zeker zien. Er zijn raids gaande, misschien dat ik nog een raid laat. Er is een Flareon, maar ik weet niet, is dat ver weg? Is dat niet? Volgens mij is dat een gym. Dat is een gym. Ja, dat weet ik, maar dat is geen raid eigenlijk? Nee. Omdat er een Flareon bovenop zat? Nee, dat wordt laten zien welke Pokémon in de gym zitten. Het was wel een Flareon. Ja, er is wel een raid van een... Relegator. Nee, Crocodile is daar. Oh, ik ren weer terug. Jongens, misschien kan ik de Pokestop nou wel pakken. Nee, ik mag hem niet pakken. Ik ren weer weg. Nou, dan ga ik wel voor die Voltorps. Ik zoek het uit. Ik pak wel die Voltorps bij die parkeerplaats. Oké, daar zitten we nog steeds met hetzelfde issue. We zijn nu verhuisd. We staan nu bij de bankjes hier, waardoor dat we dus deze Pokestop hebben. En normaal gesproken die gele schoen die jullie daar achter mij zien. Maar volgens dit spel... Even wachten, ik ben nog even bezig. Volgens dit spel ga ik te versnel... Waar ga ik nou weer naartoe? Nee, volgens dit spel sta ik nog steeds bij de parkeerplaats. Ik sta weer bij die parkeerplaats. Echt... Ik heb 2 lures aangezet, die 2 lures hier. Mocht je een keertje dus deze naam tegenkomen, ik zal het even laten zien. Dus ik op kan drukken. Ik weet dat ik nou ver te ver ben, als laat het nergens op, ik sta er praktisch naast. Oké, nou dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, dat ding, dat staat daar. Dus dat zou relatief inderdaad wel het probleem kunnen zijn. Maar nogmaals, waar ga ik naartoe? Ja, daar ga ik weer. Waar ga ik naartoe? Oké, ik ga gewoon de Pokestop even kijken. Zie je? Dr. Stevie, dat is mijn naam. Mocht je dus trainer Stevie tegenkomen? Nee, dat is niet degene die dus echt de echte trainer Stevie is zoals dat jullie kennen. Misschien is het ook wel een trainer Stevie, misschien heet hij Stevie. Misschien dacht hij bij zijn eigen van, ik ben fitnessleraar en mijn naam is gewoon heel erg verkeerd geschreven. Misschien kijk ik hem heel erg derpy, maar... Hi. Hallo? Niks. Hij kan zo lekker derpy kijken af en toe, onze treinmeester. Wat? Wat was er? Niks. Je zit echt, je staat eventjes zo in beeld zo. Ik zat gewoon heel vol in gedachten bezig. Ik kreeg de neiging om gewoon eigenlijk naar die parkeerplaats te rennen om te kijken of ik dan tussen al die pokestops kom te staan. Doe het! Nee, ik heb geen energie. Ik heb 4 unboxing video's gemaakt vandaag. Ik heb een hele boel... Je hebt niks gedaan, het begint te regenen. Jouw schuld. Hey, mijn Pokémon gaat niet snel door water. Mijn ook niet. Gaan jullie het zijn schuld aan mij geven? Ik geef niemand een schuld. Hey, ik mag mijn eigen Pokéleur gebruiken. Nee, ik ben weer in één keer 3 kilometer verderop. Hophip, nee, ik wil hem. Hophip, hop, sneller gaat, hop. Hij is weg. Hij is opgehoppeld.
Nee, dan moet hij weer terugspannen. Ik sta weer terug. Ik sta nou volgens hem bij de... Ik spin hem. Kom op, ik word echt scheidsziek van deze GPS. Jullie hebben dat probleem niet. Waarom is mijn GPS op? Oké, ik sta nog steeds in Groningen. Volgens mijn GPS. En... Was het niet Duitsland? Nee, volgens mij sta ik nou weer in Noord-Brabant. Nee, ik sta nou weer in de oceaan. Diep in de zee. Nee hoor, ik ga weer in één keer helemaal de andere kant op. Ik weet niet meer waar ik sta. Helemaal GPS is helemaal gefibbelfabeld. Echt in Duitsland hoor. Echt in Duitsland. Dat zouden ze zich kunnen wissen. Nou, wij hebben een... Nee, braadworst van meneer. Mee. Van mijn, voor René? René, ik moet je braadworst komen geven, jong. In ieder geval, we hebben dus twee toadlands kunnen vangen. Een krokenaal, nog een paar andere. En als ik daar op een hele benarde positie stond, dan werkte het weer wel. Ik snap niet precies hoe dat het werkt. Maar we gaan nou nog heel eventjes gewoon... Moeten we anders heel voordoen hoe jij die houding hield? Hij gaat nu heel veel naar de exacte houding die wel bij hem werkte. Want om een of andere reden moest hij exact. Ja, en nu de telefoonhouding ook erbij. Ja. Dat was zijn houding, dan had die GPS bereikt. Heel erg goed waar dat die stomme dingen stonden. Maar op het moment dat ik dus heel eventjes dan dit deed, was het weer afgelopen. Ik moest echt handen uitstrekken, Mr. Bean. Die dus zeg maar een televisieantenne heeft. Ja, hij heeft daadwerkelijk zo best wel lang gestaan. Volgens mij was het 10 minuten of zo. Jouw en als zijn Pokestop is uitgewerkt. Ik ken er nog heel veel neerzetten. Ik heb misschien net twee Pokémon van mijn eigen Pokémon stop. Ben je weer gestaan daar? Nee, ik heb honger. Wij gaan naar McDonald's. Oh, ja, we hebben eten nodig. Ik heb honger. Nou, ik zou... Volgens mij heeft hij... last van rare houding. Nee, joh, absoluut helemaal niks. Ik heb gewoon een... Hinkelen! Gewoon rare houdingssyndroom. Oh, jullie gaan zo leuk op een neer met die oortjes. Flop, 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 flop. Nou, blijf op. Nou, volgens mij was het een steentje. Oh, kijk, een wc. Nee, ik zoek Pikachu. Ja, maar gingen we niet eten? Ja, jij hebt hem mogen vangen, dan mag ik hem ook niet vangen. We gingen eten! Nee, jij hebt hem ook wel gevangen! We gingen eten! Ik denk dat we een probleem hebben. Honger! Tok, tok, tok. Honger! Hij heeft honger. Hij gebruikt headbutt, het is super effective. Daarom komt er Pokémon aan beneden gevangen. Leef je nog? Nee, hij is hartstikke dood. Laat maar liggen. Okay. Nou, dan gaan we vandoor. Nee, we moeten Pikachu nog vangen. Ja, maar... En Pikachu is nog steeds niet gespannen. Welke hebben jullie? Hè? Oh, welke hebben jullie? Eevee. Nou, hey, geen Bulbasaur. Pikachu. Oh, en Gastly. Ik heb niet gespannen via de telefoon. Ja, Magikarps. Oh, via de telefoon. De Totodile. Ja, maar er zitten toch wel veel meer hier? Ja, Magikarps. En meer niet. Nog meer Magikarps. Ja. Holy Swag op het moment. Voltorb Sandshrew. Magnemite Voltorb. Voltorb Magnemite. Er zijn veel meer hoor. Gotta catch them all, Pokémon. Ja. Tatadel, Kokonau, Magnemite, Magnemite, Eevee, Magikarp, Eevee, Gastly, Bulbasaur, Gastly, ik Monty, don't stop me. Ik heb jouw bingo, ik heb mijn bingo, dus mijn prijs. Ja, dat is jouw bingo. En welk nummer heb jij? 79. Oké, dan wacht tot je bingo hebt, dan film me echt. Laat Magikarps nooit filmen, dat gaat fout. Magikarps moet worden, dus gewoon... Sorry. Sluipreclame. En ik heb nu een hele korting gehad. Oh. Bijna. Hey, de eerste broer. Nummer 80. Objection. Nummer 80. Die staat in de weg. Ik sta altijd in de weg. Ja, volgens mij maak ik mensen bang met de camera. Ik ga even een beetje naar achteren staan. Ja. Camera's zijn altijd eng. Voor je het weet sta je overal. Dus daarom sta ik nou op mij gefocust. Serieus. Ja, kijk nou de rest. Waar heb je gewonnen? Ik heb een rietje. Het is helemaal niet boeiend. Ik heb een voedsel. Wij gaan een plaatje zoeken. Ik wil op de bank zitten. Jij moet op de bank gaan. Natuurlijk. Ja, het is nu tijd voor voedsel. Dit nummer hier op de radio, dat hoor ik te vaak. Mensen staan hier gewoon te wachten. Die mogen ons zien eten. Na, 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 na. Ik ben echt gemeen vandaag in deze vlog. Waarom sta je ingezoomd trouwens? Dat is wel heel erg dichtbij. Dus. Nou kijk, we hebben dus kipnuggets. We hebben een kroket of een broodje.
En we hebben barbecue saus, omdat ze te heerlijk waren om ons frietensaus te geven. Hey, ik word niet gesponsord, dus ik mag mijn eigen mening geven. Ja. En ondanks dat je het menu koopt, krijg je dit. Dit, hier moet €1 voor meer betaald worden. En hier moet er, volgens mij, frietsaus gewoon €1,50 of zo. Wow. Nee, €1. 1 eurotje of zo. Weet ik veel. McDonald's is duur geworden. Ja. Maar ja, we hebben honger. Nightmare fuel. Nightmare fuel. Wat de actuele is dit? Waarom wijs je me daarop? Oh, nee. Wat is dit? Daar wil je kind op zetten? Wat is dit? Wie? Dit is saai. Ik deel het met jullie omdat... Mee een handje voor en dan ook een beetje naar onder. Dus net alsof dat het een bekje is. Zo kijken wat... Ja. Dit is super creepy! Oké, serieus, al dat ding weg, want dat is met een. Ah, dat is wel creepy! Kom maar op me zitten, jongetje! Zo dan? Was het nou echt de bedoeling om zo hatelijk te zijn over de McDonald's? Of we moeten heel erg aan de lijn gaan komen. Nou, we kunnen ook gewoon, als ik gewoon naar voren toe loop, als ik dan gewoon naar voren toe loop, als ik dan gewoon naar voren toe loop. Inderdaad. Hoezo? Oh, mijn batterij is bijna leeg. Ik denk al, hoezo neemt hij niet op? Hoezo neemt hij niet op? Kijk, en als ik dan zo ga staan en dan doe ik dit. Ja, dan kunnen we nu een outro doen. Nee, een outro's. Oh ja, outro's. Outro's, ja. Ja, jouw auto staat daar dus. Ja, outro's. Outro's dus. Nou, kom je bij de outro's. En ja, weet je Ik wil ook nog. Jongens, ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje natuurlijk laten weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Ivy, waarom moet jij nou altijd weer heel het beeld opnemen? Serieus. Schaam je. Bobba, Sar. Jongens, ik serieus gewoon. Korp. Enough. Bobba. Enough. Nee, het is. Nou, klaar. Het is. Neem maar over. Oké. Het is klaar. Oké, bye. Neem jij zijn auto? Ja. Ondanks alles zijn we vrienden voor het leven. Waarom is die video nog steeds niet afgelopen? We hebben de outro gedaan. Omdat het nooit ophoudt. Nee, we hebben outro's gedaan. Oh ja, outro's. En daarom is het nog niet afgelopen, want er zijn meerdere outro's.